Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. De rug recht, de lijn omhoog. In deze special blikken we terug op de tweede seizoenshelft van FC Utrecht. Hoofdtrainer René Haken en clubtopscorer Sander van der Streek, die beide wisten dat het team met een tiende positie tijdens de winterstop uit was op sportieve revanche. De eerste seizoenshelft, wat ik net al zei, was gewoon een wanvertoning. En zo wil je niet zelf geïdentificeerd worden. Nou, maar sorry. Stand Larsen aannemen en dan schieten en scoren. Ja, natuurlijk! Met een 2-0 achterstand voelde het toch nog wel als een soort van winstpunt. Ondanks dat daarachter wel de teleurstelling zat. Ramselaar. Het schot van richting veranderd vliegt erin. En het is een grote fout van El Mesoudi. 2 minuutjes nog. En daar is Kerk. En Kerk schiet hem erin. Wordt dan weer een gelijkspel voor Utrecht. De ploeg die zelden verliest en zelden wint. En die wedstrijd scoorde Guy in de 94e minuut of zo. De 2-2 pas. Dus daar mogen wij denk ik nog van geluk spreken dat we een puntje daaruit halen. Piero met het hoofd. Daza. En daar is Doekie. Vitesse komt in punten gelijk met koploper Ajax. Vitesse was schandalig, om het zo maar te zeggen. En niet des Utrechts voetballen. En daarin zijn wij door de supporters goed wakker geschud. Mark van der Marel. Die voor mij een dag later bij mij binnenkwam en zei van ja, ik voel echt de behoefte om iets te doen, maar ik weet niet of het goed is. Hij zei van ja, maar dat je hier al komt en dat zo voelt, dat zegt al genoeg. Dus doe het maar gewoon, je hebt onze steun. Natuurlijk zijn er ook harde woorden gevallen, maar niet alleen maar. Er zijn ook gewoon dingen gezegd gewoon van ja, hoe iemand zich voelt in het team. Gewoon kwetsbaar opstellen ook zelf, vanuit jezelf. En dat is denk ik ook heel belangrijk. We hadden echt het gevoel dat we echt op de goede weg waren met elkaar. Alleen, we kregen het gewoon te weinig bevestigd. En er was dus nog iets nodig om te doorbreken. En misschien is dat wel het geweest. Degene die nu dit weekend komt, heeft gewoon pech. Want nu moeten we laten zien wat we waard zijn. En daar de kans en de goal. Sander van der Streek. Hij kan er ook voor gaan natuurlijk. En dat doet hij. Stuiterballetje. En daar is hij. Het is 2-0 Dalmau tegen zijn oude club. Uiteraard heel veel opluchting bij FC Utrecht. Je krijgt het alleen maar bevestigd op het moment dat je dan wedstrijden wint. En niet één wedstrijd, maar dat je dus ook een langere periode laat zien dat datgene wat dan doorbroken is, dat het ook daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. Kerk eraf. Mahi en Bouzaïd. En Omar Bouzaïd. Otje heeft verschrikkelijk veel kwaliteit. Hij weet zelf ook dat het soms op mentaal gebied voor hem wat lastig wordt. Maar daarin heeft hij de afgelopen half jaar zoveel grote stappen ingemaakt. Dat hij nu gewoon een belangrijke bepalende speler is voor de ploeg. Die breekt dan de wedstrijd open. Dat hij het verdiende om in te vallen tegen Sparta. Met daar weer als gevolg van dat hij dus iets wil teruggeven. Blijkbaar aan het team. En dat je op die manier de winnende scoort. Ja, dan doorbreek je daarmee wel iets. AZ, de nummer 4. Utrecht had dus de ambitie en heeft de ambitie om daar te spelen waar AZ staat. En AZ wilde eigenlijk nog een tikkie hoger. We zaten de hele wedstrijd er lekker in. We speelden hoge druk, wat AZ ook niet verwacht had. We constant door aan het jagen en hun niet in hun spel laten komen. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan daar. Dan sta je een beetje op een eilandje op die achtste plaats. Utrecht wil meer en gaat hier misschien ook wel wat meer halen via Van der Streek. Wat een geweldige uithaal zeg. Een echte teamspeler, dat is één. Altijd onderweg zijn, zowel aanvallend als verdedigend. Dus heel veel fel werk opknappen. En uiteindelijk ook heel belangrijk zijn met doelpunten. Onder René heb ik eerst ook op de bank gezeten. En daar kwam ik pas tegen Feyenoord uit. Begon ik pas in basis bij hem. En ja, daarna heb ik gewoon volledig vertrouwen van hem gehad. En mijn wedstrijden kunnen spelen op 10 en belangrijk kunnen zijn voor de ploeg. Het is druk daar voor de neus van Maus. Vooral heel veel Pek Zwolle spelers, maar het is Utrecht dat op voorsprong komt. Sander van der Streek komt binnen.
En we dachten nog, we kwamen vrij snel op 1-0, van, dat we lekker de maand zouden afsluiten. Misschien was het de zesde wedstrijd in 20 dagen, dat wat misschien zijn part een beetje speelde. Maar dat was meer omdat wij er niet lekker in zaten dan dat PEC echt heel gevaarlijk werd. Maar we scoorden wel 3 keer, waardoor het een 3-3 wedstrijd werd. Maar er zal misschien nog wel een minuut bij komen. Ramselaar met de voorzet, de kopbal en dan is het toch 3-3. Maar uiteindelijk denk ik dat 3-3 wel een terechte uitslag is. Wat wijzigingen bij Utrecht, waar Ramselaar en Mahi komen. En ook Moussa Silla staat klaar om in te vallen. We zaten er gewoon op dat moment wel qua spel lekker in, alleen we scoorden niet. En toen wisselden we met Bart en Mimoun. En ja, die brachten gewoon een extra kwaliteit weer erbij en scorend vermogen. Waardoor we uiteindelijk die wedstrijd met 3-1 winnen. Ja. Mahi, en dat is meteen een goal ook. Invaller Mahi. Het schot is doeltreffend. Bart Ramselaar met de 2-0. En dan is het links helemaal open. En Mahi maakt het af en zorgt voor de overwinning. 3-1. Maar daarna is het alleen maar mooi hoe de jongens dat oppakken en erin komen en het verschil maken. Want dat hoort ook gewoon. Maakt niet uit wie er speelt en wie op de bank zit. Iedereen moet kwaliteit leveren. Eerste confrontatie tussen beide ploegen dit seizoen. Dat inderdaad Willem II toen ook niet in hun beste fase zat. Maar uiteindelijk moet je het allemaal wel zelf doen. Lekker wedstrijdje, ja. Daar hebben we aan ons doelstel een beetje gewerkt. Vorig seizoen werd het 1-1 door een goal in de extra tijd van Paul Gladon. Daardoor speelde Willem II tegen Rangers in Europa. Goeie bal van de streek. Terugleggen. Ter Avers goal. Wat een snelle goal. Derde minuut van de wedstrijd. En heel makkelijk doorgelopen. Weer 3 man in de 16. Bal scherp voor van de streek. 2-0. Het is de 11e minuut. Buitenkantje rechts. Oh, van de streek had hij eraf gebleven. Nou, dat draait. Dat maakt het niet uit. Het is alsnog 3-0. Als wij de bal hebben, zorgt Guy voor de diepte. En het uit elkaar trekken van de centrale verdedigers, waarin ik perfect kan lopen. Dus ja, vandaag was dat echt heerlijk om zo samen met hem te spelen. Dat de ploeg dat ook heeft volgehouden en er is in door is gegaan. En niet heeft gezegd van nou, we zijn tevreden. We gaan gewoon door. We zoeken de grenzen op en we willen meer. Ja, het is heel makkelijk. Schitterend weer uitgespeeld. Gaat het om dat we die wedstrijd gewoon tot een goed einde hebben gebracht met goed spel en met een goede uitslag. Mahi en Kerk, het is 5-0. Ook hier geldt weer. Tjonge, jonge, jonge. Wat gaat dat gemakkelijk. Dit is van de Marel, buitenkantje rechts leggen, lekker gedaan. 6-0 ook nog. Willem II, dat hopeloos ondersteboven is gevoetbald. Willem II had helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd. Grootste uitoverwinning. Daar kwamen we heel veel samen van hoe wij... Ja, wilde voetballen en ik denk dat we weinig tot geen fout hebben gemaakt, dat wel die wedstrijd was, ja. FC Utrecht na de 6-0 overwinning uit vorige week in Tilburg op Willem II. Huizenhoog favoriet tegen nog altijd hekkensluiter FC Emmen. Je gunt die club heel veel, omdat je natuurlijk zelf heel veel jaren rondgelopen. Alleen wij waren toen in een hele goede fase. En op het moment dat je dan zo'n wedstrijd kunt winnen, dan hadden we ook weer een stap van volgens mij gemaakt op de ranglijst. We wisten wel dat zij gewoon een goed voetballende ploeg waren. Alleen dat zij op de juiste momenten nog wel eens foutjes hadden waardoor ze de wedstrijd verloren. En dat ze daardoor op de plek stonden waar ze stonden. En nu Adzic. En nu Peña. Goal 0-1. En FCM stunt hier. En het houdt hoop op behoud in de Eredivisie. Uiteindelijk was het wel gewoon terecht dat Emmen won bij ons thuis. Ondanks dat dat niet heel fijn voelde. Een hele matige en slechte wedstrijd speelt in heel veel facetten. En daarmee dus ook de wedstrijd verliest. Ja, dan maakt het wel dubbelzuur. RKC tegen Utrecht. RKC was voor mij de eerste helft ook prima. Maar dat wij ook in die wedstrijden niet voldoende afstand nemen, waardoor de tegenstander in de wedstrijd blijft. Ja, dan wordt het tot laatst spannend. Maher, dan is er gelijk veel beweging. Ramselaar, Kerk en de assist hier op Mahi. En die maakt 1-0 voor Utrecht. Tahiri, met heel veel vrijheid. Daar is Van der Ven, dan is het gelijk. Laatste voorzet en daar gaat nog iemand tegen het gras. Kerk en Utrecht krijgt een strafschop. Op voorhand is daar duidelijk van wie de strafschoppennemers zijn. En daar is ook verder geen discussie over. Is het leuk om die druk te voelen? Ja, want daarvoor ben je profvoetballer. Je wilt ook wel druk hebben om te presteren. Want dat motiveert je alleen maar meer, denk ik. De uitslag was wel hoog, alleen ik had wel gewoon
voor mezelf al bedacht wat ik ging doen. En dat doet hij. Frustratie en boosheid bij RKC. En heel veel opluchting en blijdschap bij Utrecht. Dat soort wedstrijden in ons voordeel hebben kunnen draaien omdat die teamgeest nog steeds groeiend is. En daardoor wij ook dat soort wedstrijden uit vuur gesleept hebben. De laatste keer dat Vitesse in de Eredivisie nog eens won van Utrecht was in 2012. 29 september 2012. Wat Vitesse gewoon heeft dit seizoen is dat zij gewoon op de juiste momenten gewoon heel erg dodelijk zijn. Wij kwamen 1-0 voor. Toen was er gewoon niks aan de hand en waren wij gewoon misschien nog wel zelfs een beetje de bovenliggende partij. Het sloeg helemaal om nadat zij gewoon scoorden en na rust heel snel ook al de 2-1 en de 3-1 erachteraan klapte. We zijn echt goed bezig, hè, maar dat dit de wedstrijd kan zijn waarin je dus echt dichterbij kunt komen bij ploegen als Vitesse en ook Feyenoord. Daarin heeft Vitesse denk ik wel een goede stap gemaakt, dit seizoen zeker, dat ze op de juiste momenten kunnen toeslaan. Dat is wel iets wat we moeten gaan toevoegen gedurende het seizoen, maar ook naar de toekomst toe, om uiteindelijk dan weer beter voor de dag te komen. Fortuna uit is sowieso altijd een lastige pot. Het veld is niet heel top en dat kon ik toen ook al vanaf de tv zien thuis. Daarin speel je gewoon een prima wedstrijd, denk ik. Creëer ook een hele hoop kansen, alleen het ook weer niet scoren. Toch iemand nodig die het kan openbreken. En in dit geval was dat volgens mij deels de actie van Mimoun Mahi. Die zich op zijn Mimoens de langs wurmt. En Rota, nu dan door bal terug. Ja, Silla, maar ook dit niet. Dan is dit allemaal. Van Adrie erin. En Adrie heeft gewoon een kwaliteit. Als hij die bal krijgt in de box, in een scrimmage, dan scoort hij gewoon altijd. Geweldig gevoel voor positie heeft. En uiteindelijk ook die bal gewoon goed afwerkt. En ja, dat zijn wel lekkere overwinningen. Zou ADO onverhoopt zijn overwinning pakken tegen Utrecht? Uiteindelijk ja, vind ik ook dat wij in de stand verplicht zijn om gewoon op een makkelijke en ruime manier van ADO te winnen, in ieder geval dit seizoen. Nou, dat hebben we uiteindelijk ook gedaan, maar ja, ook daar vonden wij nog steeds dat er zeg maar, qua spel dat er meer in had kunnen zitten. Kans voor Girano Kerk en die rond die dan met overtuiging af. Dan kan Van Overheem daar zomaar de 2-0 binnen schieten. ADO staat erbij, kijkt ernaar. Boussaïd wel en hoe? Schitterende goal van Boussaïd. Maher. Van grote afstand Maher en die valt zo in de bovenhoek. We waren blij natuurlijk omdat we gewonnen hadden, maar het was niet uitbundige blijdschap zoals tegen Willem II. Dat was wel echt, ook omdat het spel daar gewoon genieten was tegen Willem II. Vergeleken met ADO was het achterin wat meer de bal hielden omdat we wat kracht aan het sparen waren voor mijn gevoel. Aan de andere kant, als je 1-4 een uitwedstrijd wint, ja, dan moet je daar ook tevreden mee kunnen zijn. En dat is deels ook zo, maar je bent altijd op zoek naar verbeterpunten. De laatste keer dat er werd gewonnen thuis tegen Feyenoord was in maart 2019, toen werd het 3-2. Toen was Advocaat nog trainer van FC Utrecht. Tegen dat soort ploegen is het gewoon lastig om te winnen, want die ploegen verliezen niet zomaar. Daar moet je echt gewoon optimaal zijn, je moet zelf echt geen fouten maken omdat ze gewoon kwaliteit hebben, dat ze in één keer uit het niets ja, een bal erin schieten. We kwamen zelf 1-0 voor door een eigen doelpunt. Toen werd het 1-1 door een doelpunt van onszelf. Dan hebben zij het eerste gecreëerde kans en dat was met Berghuis en die schieten ze ook gelijk erin. En daarin hebben we, ja, als je ze zelf niet maakt, dan doet Feyenoord dat wel. En dat is wel een kwaliteit ook van hun. Eén keer eerder in de competitie dit seizoen, één keer eerder in de beker. Dat telkens dezelfde winnaar. En toen was het nog allemens zeker dat wij ons gingen plaatsen voor de play-offs. Dus als je kijkt hoe de uitslagen van ons daarna zijn geweest en ook in vergelijking met concurrentie, dan is dat wel een heel belangrijk punt geweest. Natuurlijk maken wij daar gewoon een hele lelijke wedstrijd van, omdat we inzakken en waardoor we ook heel snel op voorsprong kwamen. En ja, je staat gewoon het grootste gedeelte van die wedstrijd sta je gewoon 1-0 voor. En daar Alvarez. En van dichtbij prikt hij binnen. Uiteindelijk wel blij dat je gewoon 1-1 speelt. Omdat ja, als het even tegen zit, dan weten zij gewoon in een paar minuten gewoon een wedstrijd te draaien. In die flow zaten zij ook. Utrecht staat er goed voor als het gaat om het bereiken van de play-offs. Staan zevende met 44 punten. Twente op 37. Er zijn heel veel ploegen die dat aantal nu bij elkaar gevoetbald hebben. Twente kon nog zeg maar, de play-off plek halen. Wij waren er allerminst zeker van de play-off plek. Dat was eigenlijk een wedstrijd die we heel matig begonnen. Maar uiteindelijk vrij snel na rust, eigenlijk einde eerste helft, vrij snel na rust de wedstrijd hebben we beslist. En uiteindelijk hadden we daar ook een grotere uitslag neer kunnen zetten, mits de strafschoppen erin was gegaan.
Goeie voorzet van Boussaïd. Nou, het is 1-1. Ja, dat kan niet mis van de streek. Die maakt zijn negende van het seizoen. Het is 1-1. Ook dat is heel ongelukkig teruggekopt. Kan Kerk er zo vandoor en binnenprikken. 2-1 Utrecht. Dat het binnen 9 minuten werd om te draaien in de goalsvesten. Huishoog over de goal van Joel Drommel. En zo blijft het spannend. Er wordt voor 4000 toeschouwers gewonnen door de Utrechters van René Haken. Uiteindelijk was het zaak voor ons om die zesde plek op een goede manier zo snel mogelijk ook veilig te stellen. Omdat je gewoon zo hoog mogelijk wilt eindigen. Dat was op dat moment leek dat het maximaal haalbare. Veel diepgang natuurlijk bij Warmerdam. Kerk is voor het doel, net als Van der Streek, die makkelijk scoort en dat doet hij hier ook. Natuurlijk heb ik al vaker tegen Django gezegd dat hij wel zo'n terugtrekbal moet doen op mij. Nou, aan het eind van het seizoen toch nog een keer geluisterd. Hoekschop Maher. En die zit erin. En is dat dan een eigen goal? Hoe dan ook. Utrecht slaat toe in de laatste minuut van de eerste helft. Verdubbelt het de voorsprong. Jonk blijft geblesseerd achter, Van der Streek. En ik zie Guy starten en dan weet ik gewoon, als ik hem in zijn loop geef, dan is hij met zijn aanname al zijn verdediger kwijt. Want die snelheid heeft hij en hij maakt hem daarna echt goed af. Kerk naar de goal toe. Kerk en goal. En wint FC Utrecht uiteindelijk zeer moeizaam met 3-2 van Willem II. En dat was nodig ook. We wisten als we bij Heerenveen moesten we ook gewoon winnen. En we moesten sowieso de laatste wedstrijden allemaal gaan winnen om überhaupt druk te houden op Feyenoord. Ja, daarin moet je gewoon, dachten we van oké, als we echt wat willen moeten we Heerenveen, Sparta, PSV moeten we gewoon allemaal winnen om Feyenoord voorbij te gaan. En binnenkant paal, beste moment van de hele wedstrijd tot nu toe. Geprobeerd om te scoren, maar het lukte niet. Zat helaas tegen. Ook laten zien dat we verdedigend heel weinig hebben weggegeven. Ik denk één grote kans die Erik goed pakte van Bergen. Tegen Heerenveen en tegen Sparta onszelf ook een beetje in de voet hebben geschoten. Want daar waren zelfs ook nog met winst. Was je gelijk gekomen met Feyenoord, had je dus nog vijfde kunnen worden. Dus dan kun je zeggen van ja, er had meer in gezeten. Dan moet je er gewoon een gelijkspel uit halen. En dat denk ik ook dat we dat tegen Sparta hebben gedaan. Dat was een nog lastiger wedstrijd. Dat zijn gewoon, dan moet je in ieder geval niet verliezen om Groningen weer dichterbij te laten komen. Kijk, als je echt dat geloof had willen hebben, dan had je ook thuis van Vitesse niet moeten verliezen. Minimaal gelijkspelen of thuis tegen Feyenoord een gelijkspel moeten halen. Dan was je er op voorhand al dichterbij geweest. Maar op dat soort momenten had je dat gat ook nog kleiner kunnen maken. Ondanks dat je afhankelijk bent van Feyenoord zelf. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Gustafsson met links, Boussaïd met rechts. Dat zijn de opties. Het wordt Gustafsson met links. Achterin Van der Streek en een treffer. Ja, die was perfect. Dat hadden we natuurlijk wel afgesproken. Normaal loop ik de eerste zone aan en nu ging ik voor de tweede zone. Eigenlijk om hem terug te koppen op Willem of op Marco Verde. Die daar op dat moment stond. Ik weet niet precies wie er moest komen. Maar ja, hij was nu zo dicht bij de goal dat ik hem net zo goed zelf erin kon koppen. Gakpo, tweede helft erg sterk begonnen. PSV levert dat ook iets op. Ja, dat levert ook iets op van Ginkel met de treffer. Wij hadden nog een punt nodig om zesde te worden. PSV had nog een punt nodig om zeg maar, echt tweede plek te halen. En je zag dat de energie een beetje uit de wedstrijd ging. Ja, ik denk dat we in heel veel wedstrijden tegen topclubs ons wel heel goed hebben kunnen meten. Utrecht eindigt zesde en weten ze dat ze het thuisvoordeel hebben in de eerste play-off ronde. Over heel 2021 staan wij volgens mij in de top 4 van ploegen met de meeste punten. Dus dat hebben we denk ik goed gedaan. Er is bier, er is worst, er zijn hamburgers en er wordt gevoetbald. Zo kan het leven met een beperkt aantal ingrediënten toch tamelijk compleet aanvoelen. Zeker voor de 3000 die er vandaag getest en wel bij mogen zijn als de play-offs gaan beginnen. Ticket tweede voorronde Conference League, de inzet. Het is vooral de illusie van Europees voetbal die boven deze wedstrijden hangt. Robben in de muur, bal van richting verandert in de paal. Daar ontsnapt Utrecht aan de achterstand. Het wordt Gustafsson in de Groningse muur. Van Overeem dan nog. Gustafsson met de herkansing en die is veel overtuigender. Wat een goal van Gustafsson. 77 minuten lang en wedstrijd van de krachtpatsers. Maar met één sierlijke trap voor het podium gevaagd. Utrecht plaatst zich voor de finale van de play-offs. En het verschil gemaakt door een prachtige vreeftrap. Binnenkant vreef van Gustafsson. 1-0 in Galgenwaard. Utrecht door naar de finale. Het voelde gewoon sowieso lekker om weer in je eigen stadion met publiek te spelen. Dat is wel echt wel even geleden. Alsof je weer met 12 man op het veld staat. En gewoon dat setje in je rug die we nodig hebben. Het losgaan bij een doelpunt. Zo hoort het toch. Dat is het mooiste.
Gefeliciteerd trainer, de finale. Ja, mooie, goede prestatie en trots op het elftal dat we het vandaag binnen 90 minuten hebben kunnen beslissen. Ga je zo meteen Feyenoord Sparta kijken? Dat gaan we zeker doen. En dan aan aanleiding van dat resultaat, dan weten we het vervolg. Feyenoord en FC Utrecht, beide ploegen, spelen in dezelfde opstelling als dat ze deden in de halve finale. Feyenoord Utrecht is begonnen. Inzet, Ticket Conference League, tweede voorronde. Zo, dat is een behoorlijke schop. Het is een wonder dat Bottek hier aan een gele kaart ontsnapt. Sinisterra, kappen draaien en een schitterende goal van Sinisterra. Van der Streek, zo, dat is een harde tackle. Een kiezelharde tackle van Leroy Fer. Geel is mild. Dit is echt heel mild. Mahi, dan valt hij bij de tweede paal. En Bijlo met een fenomenale actie nog. Dalmau voorlangs. De bal blijft hangen, Dalmau. Er is een contact geweest, maar lijkt Higler het erbij te laten zitten. Linssen om het te beslissen, 2-0. 2-0 Feyenoord. Spajic, hard, heel hard. Enkel van Kerk nog tussen zit. Ja, dit is toch ook een waanzinnige sliding. En waar het voor Dick Advocaat na 41 jaar erop zit als clubcoach. Feyenoord dat in Europa vertegenwoordigd zal zijn komend seizoen. Wat er de afgelopen dagen en vanochtend nog gebeurd is, dat heb ik zelden meegemaakt. Ja, dus die steun was fantastisch en dan wil je dat bekronen. Die beleving die er rondom zo'n club hangt, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En dat het heel intens is op die manier, om het op die manier samen te doen. Ja, ik denk dat je dat alleen maar verder kan helpen. En de tweede helft kom je gewoon goed in die wedstrijd te zitten en heb je de overhand. En moet je een goal maken. En ik denk dat je dan wel ziet dat we er alles aan gedaan hebben. Het was zo mooi geweest om voor die mensen en voor de club om uiteindelijk deze wedstrijd wel te winnen. Alleen het is ons helaas niet gelukt. Ja, de doelstelling was Europees voetbal halen. En als dat op deze manier niet lukt, dan is dat gewoon heel frustrerend natuurlijk. Als ik inderdaad over een paar dagen erop terugdenk, dan denk ik ook dat we een goede ontwikkeling hebben gezien bij Utrecht dit seizoen. En dat we dat helaas niet waardig hebben kunnen afsluiten, ja, dat is wel op dit moment een frustratie. Maar uiteindelijk moeten we daar weer uit leren en weer verder.